Stichting Present heeft als missie een brug te slaan tussen vraag en aanbod op het gebied van vrijwillige hulpverlening. Ze noemen zichzelf makelaar in vrijwilligerswerk. Over deze missie en hun activiteiten gaan we praten in de studio met Annette Perdijk, algemeen coördinator bij Present. Mevrouw Perdijk, welkom. Dank u. U bent van de Stichting Present. Ja. Wat doet de stichting? De stichting is eigenlijk in Gouda werkzaam als sociaal makelaar. Mm-hmm. We zijn ook een stichting die vrijwilligers eigenlijk inzet in de samenleving. Dat is ons grote doel, maar dat doen wij met een speciale missie, een speciale visie. Wij zetten niet zomaar vrijwilligers in, maar groepen vrijwilligers. En dat maakt ons eigenlijk heel uniek wat betreft vrijwilligerswerk. We zijn een stichting die werkzaam is, zei ik al, als sociaal makelaar, maar ook een stichting die wel een heel mooi doel en idealistisch doel voor ogen heeft. Want en wat is daar anders aan dan bij andere vrijwilligersorganisaties? Nou, we hebben natuurlijk wel een missie die, die best wel idealistisch is. En ik denk dat er een heleboel stichtingen zijn die dat zo hebben. Maar die hebben toch wel, denk ik, een hele andere werkwijze dan wij. Wij willen bruggen slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die hulp nodig hebben. Mm-hmm. Dat doen we door bruggen te slaan ontmoetingen. Onder heel veel Goudenaars, maar vooral door hen te helpen in de, op het praktische of sociale vlak. Ja, ik hoor zeggen Goudenaars. Is het een lokale stichting? Ja, ja. Stichting Present zit wel in heel Nederland overigens, maar Stichting Present Gouda is echt heel lokaal gericht. Ja. Dus echt op de Goudenaren. Ja. En welke Goudenaar moet dan denken? Wat voor mensen betreft dat? Als we denken aan de hulpbieders, dat zijn dus de vrijwilligers, dan zijn het groepen. En dat is heel uniek voor onze stichting. We zetten een groep vrijwilligers in. Als we kijken naar de hulpvragers, dan zijn dat vooral mensen die aangesloten zijn bij een scala van maatschappelijke organisaties in Gouda. En die mensen hebben hulp nodig omdat zij in problematieke situaties verkeren of in de marge van de samenleving. Geen geld, geen geldelijke middelen, geen goede gezondheid, een zeer beperkt sociaal netwerk. En dat maakt dat zij dan in problemen komen, soms heel praktische zin. En wij worden aangemeld bij onze stichting als hulpontvanger. Ja. En dat kunnen hulpverleners doen die bij die maatschappelijke organisaties werken. Ja. En zij zijn eigenlijk onze ogen in de samenleving. Mm-hmm. Zij zien waar de nood is en kunnen zo'n hulpontvanger bij ons aanmelden. En wij gaan kijken aan de ene kant naar de hulpvraag, maar het unieke van Present is, we werken vanuit het aanbod. Mm-hmm. Dus we gaan kijken bij het aanbod of we kunnen helpen. Okay. Dus de vrijwilligers die zijn in groepsverband werkzaam. Ja. Gebeurt het ook wel eens op individuele basis of gaat het altijd in groepsverband? Nou, bij voorkeur in groepsverband. Dat is wel onze werkwijze. Mm-hmm. Maar er zijn wel individuen die onze werkwijze een warm hart toedragen. Die zeggen de manier waarop jullie werken, het incidentele, het afgebakende, dat spreekt mij enorm aan. En die melden zich eens als individu aan. Mm-hmm. En die plaatsen wij, wij noemen dat een flexwerkerspool. Met elkaar hebben zij eigenlijk al aanbod aan onze stichting aangegeven. Ja. En wij gaan kijken van groepjes bij elkaar maken. Zij zijn erg vaardig in de tuin. Er zijn een paar die kunnen heel goed laminaat leggen. En die gaan we weer bij elkaar centreren en weer inzetten. En het idee erachter is dat zij dus maar één keer ingezet worden voor een bepaald project. Ja, de unieke formule is het eenmalige, afgebakende projecten, incidenteel. En dat maakt ons zo uniek. Ja. Want wij bieden eigenlijk aan de moderne vrijwilliger een ingang. Ja. Wij boren eigenlijk nieuw vrijwilligerspotentieel aan. Zeg maar. En betekent dat dan niet dat er heel veel vrijwilligers moeten zijn als je elke keer een nieuw groepje moet inzetten voor een nieuw project? Ja, in principe wel. Maar wij zien wel dat er een groei is wat betreft en een balans tussen hulpvragers en hulpbieders. Mm-hmm. En dat is ook wel de kracht van onze stichting in de loop van de jaren geworden. We groeien, de beweging groeit, wordt steeds meer bekender. En de formule spreekt aan bij de vrijwilliger van deze tijd. Omdat ze zich eenmalig kunnen inzetten en ook nog zelf mogen aangeven en kunnen aangeven wanneer ze dat willen doen. Mm-hmm. En
hoeveel tijd zij te bieden hebben of wat voor talenten. Of, Want is er iets te zeggen over de gemiddelde vrijwilliger? Waar moet ik aan denken? Zijn dat huisvaders, werklozen, mensen of moeders met veel vrije tijd? Of hoe, Nou, dat is heel, ook heel divers. Ja. Als we kijken naar de groepen, die komen bij ons veel ook uit kerken. Hè, die vanuit hun kerkelijke visie en identiteit al... de normen en waarden willen naleven, melden zich ook bij ons aan. Maar ook bedrijven die in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen... met hun team, collega's iets willen doen. Ja. En dat maakt ook dat zij bij ons komen van... het is eenmalig, het is afgebakend, je weet waar je aan begint. En present is degene die organiseert en zorgt dat het zorgvuldig voorbereid wordt. Ja. En geëvalueerd. Maar ook scholen, studentenverenigingen... gezinnen, de overheid, nogmaals kerken. We zijn bezig met jongere mensen in te zetten. We hebben een reïntegratieproject gedaan met de gemeente. Maar eigenlijk zo breed als het maar kan. Ja. We hebben zelfs als een vrijwilligers of een vrijgezellenfeestje gehad. Okay. Die zeiden van nou, we willen graag iets hebben feest. Ja. Maar we willen ook iets doen voor de samenleving. Okay. Nou, hoe mooi kan het zijn? Ja, dat is zeker een hele bijzondere, was dat, gang van zaken. Ja. En aan de andere kant, de vraagzijde. Ik begreep uit uw woorden dat de vrager zich ook moet hebben aangesloten. Dus die kan niet vanuit een individuele behoefte zich aanmelden. Nee, en dat maakt ook dat wij juist die samenwerking met die maatschappelijke organisaties zo hoog in het vaandel hebben staan. We werken niet zo dat particulieren zich kunnen aanmelden. Nee. Want hoe kunnen wij bepalen of er nood is en of die hulp echt nodig is. Ja. En niet door derden kan geboden worden. Mm-hmm. En die samenwerking met die maatschappelijke organisaties is echt een kracht. En maakt dat zo'n hulpverlener ons vraagt om eigenlijk onze hulp in te bedden in een hulpverleningsproces wat er al loopt. Mm-hmm. Zij zijn al bekend met zo'n cliënt. En we zien ook dat er hulp nodig is die niet anders geboden kan worden dan. En die blijft er ook bij betrokken. Ja. En als we op bezoek gaan, dan we hebben te maken met veel kwetsbare mensen... Daar willen we ook heel zorgvuldig mee omgaan. Kwetsbaar in de zin van? Mensen die veel meegemaakt hebben, die veel vaak een rugzakje hebben. Die soms ook wantrouwend zijn geworden naar mensen. Of angstig zijn. En als die hulpverlener er dan bij is, dat geeft ook vertrouwen. Mm-hmm. En dat vinden we goed. Om samen te werken daarin. Ja. Het klinkt in ieder geval heel erg georganiseerd, op zijn minst. Ja. Ik wilde even naar het project, of het concept moet ik zeggen. Ja. Thanks and Giving Away, waar jullie nu mee aan de gang zijn. Want dat gaat in november, december en januari spelen. Wat behelst dat? Nou, dat is een nieuw concept wat we gelanceerd hebben. We proberen als stichting ook innovatieve ideeën weer op tafel te brengen. En alles ten goede van Gouda. Dus we hebben een concept gemaakt waarin we eigenlijk het Thanks and Giving uit Amerika een beetje als voorbeeld hebben. En we hebben daarvan gemaakt Thanks and Giving Away. Dankbaar zijn voor wat je zelf wel hebt en uit dankbaarheid ook uitdelen aan een ander. Mm-hmm. Dus mensen die het goed hebben, die kunnen misschien ook denken in juist die maanden waarin een ander... veel eenzaamheid ervaart of die juist helemaal niet uitkijken naar de decembermaand. Ja. Omdat het donker en eenzaam en is. En wij willen juist lichtjes brengen in die periode. En hen eigenlijk een beetje een hart onder de riem steken. Een groep kan zich aanmelden. Ja, ook weer de vrijwilligers melden zich aan. Ja, een groepje. En degene die de hulp nodig hebben, die hebben dat al gedaan. En dan wordt gekeken in hoeverre zij... plaats kunnen worden op die vrager. Ja, eigenlijk kan een hulpverlener kan iemand aanmelden die zegt... nou, ik ken iemand in mijn netwerk en die mevrouw is echt... nou, dat zou het fijn zijn als zij juist eens een extra beetje aandacht mag ontvangen... in de maand, in de laatste maand. Ja. Haar een beetje ondersteunen. En een groepje kan zich aanmelden en gaat minstens 4 keer... een beetje licht brengen voor die mevrouw. Dat kan zijn een kaartje of een bezoekje brengen. Een kerststukje. Misschien iets lekkers brengen. Gewoon puur
er zijn voor elkaar. Ja, en, we moeten omwille de tijd eventjes naar de afronding toe. Jullie worden ook genoemd in een IPW-rapport, ja. Dat heb ik begrepen. Ja. Als de organisatie het goed doet, wat willen jullie uiteindelijk bereiken? Nou, we willen het grote doel is om een beweging op gang te brengen waarin het vanzelfsprekend is dat men naar elkaar omkijkt. Dus een stuk bewustwording en dat IPW-rapport van het Instituut voor Publieke Waarden is vorig jaar verschenen. En in dat rapport is gebleken, vanuit dat rapport, dat de werkwijze van present echt ertoe doet. Ja. En dat de eenmalige en afgebakende projecten een hele moderne vorm van vrijwilligerswerk is. Ja. En de conclusie was dat wij het vrijwilligerswerk van de toekomst hebben. Een goede formule dat, dus. Dat is heel bijzonder. Ja. Ik wil u bedanken voor uw komst en veel succes wensen met alle activiteiten. Graag gedaan, dank u. En u thuis bedankt voor het kijken. Wilt u deze of eerdere uitzendingen nog eens terugkijken in HD? Kijk dan op onze website www.gouwestad.nl en kies uitzending gemist. Of kijk op ons eigen YouTube-kanaal RTV Gouwestad. Graag tot ziens bij de volgende Gouwestad Magazine.